Mensen, eventjes een kort filmpje. Ik heb net een post gezet met het tikje help een ander erbij, met de uitslag daarvan. Er zijn een paar mensen die hebben het omgemunt of zo, al heel de tijd hoor. Heel de tijd zijn ze al bezig voordat ik begonnen ben. In de Albert Heijn viel mijn internet een keer uit. Toen was het al gelijk van, hoe kun je er nu op internet zitten? Ja, mogol, ik ben expres naar de Albert Heijn gegaan om wifi te pakken, snap je? Dus kijk, weet je, ik wil het gewoon in goed vertrouwen doen. Ik wilde allemaal niet met persoonlijke dingen delen. Ik denk dat is helemaal niet nodig, snap je? Ik wil het laatst even laten zien, weet je, wat ik kan uitgeven aan help een ander, snap je? En dan had ik gewoon eventjes ook even zo dat tikkie kort gedeeld. En weet je, klaar ermee. Maar nu moet het allemaal zo per se, want mensen gaan me lopen zwart maken, alles, ja. Terwijl het is ook dom van mezelf, want natuurlijk bewaar ik dat. Natuurlijk kan ik dat ook gewoon aantonen, snap je? Dat ik gewoon, ik heb al meer uitgegeven aan dat tikkie help een ander, ja, als wat er binnen is gekomen. Dus. Snap je? Het is zo oneerlijk, mensen. Het is zo oneerlijk. Er zijn altijd mensen die proberen je dan zwart te maken, je klein te krijgen, je kapot te maken, begrijp je? Als je gewoon het leukste wil doen, snap je? En fucking eerlijk ben. Hè, gewoon zegt, weet je, ik heb twee verschillende dingen. Heel duidelijke beschrijving erbij. Snap je? Niks van gelul, niks van, weet je, er gaat niks naar iets wat niet waar is of wat dan ook. Daarom duidelijke beschrijving erbij. En mensen kunnen het gewoon niet hebben. Ik weet niet of ze zuur zijn, of dat ze gewoon misgunners zijn, of dat ze er gewoon zitten om bewust de boel gewoon kapot te maken. Ik weet niet waar het voor is, maar het zijn gewoon walgelijke mensen, snap je? Dus in ieder geval mensen, ik heb een post gedeeld op mijn tijdlijn met de uitslag van het tikkie erin. Ja, en daaronder kun je ook nog even de screenshot zien van het hele tikkie, zodat je ziet dat ik hem ook echt net vandaag heb gemaakt, hè? Dat hij nog maar 6 dagen geldig is. Ja. He, dus voor die Pascalio Haags en zo. En de mensen die al heel de tijd zo bezig zijn hierover, weet je wel. Doe je ding, ga lekker door. Maar je zit jezelf gewoon voor lul. Want natuurlijk bewaar ik het wel netjes. Maar waarom moet ik heel de tijd alles openbaar maken, snap je? We zijn hier allemaal Willem Engel, snap je? Die zegt dat hij iets gaat doen en dan voor 6 ton iets gaat in dingen komen. Nee, ik heb gewoon een heel eerlijke post gemaakt elke keer. Hele duidelijke beschrijving erbij. Ja, nog mensen opgeroepen van... Je hoeft niet voor mij wat te storten. Stort alleen maar lekker voor de help een ander. Begrijp je? Er is €7,22 op binnengekomen. Ja? Ik heb al iemand €25 overgemaakt. Dus heel, het is gewoon zo oneerlijk, mensen. Het is zo vies en vuil en smerig gewoon wat die mensen doen. Het is gewoon echt puur bewust je gewoon kapot maken. Gewoon proberen je in een kwaad daglicht te zetten. Snap je? Dat is gewoon wat ze doen. Want dan ben ik gewoon genoodzaakt. Om dat allemaal te delen, weet je wel. Want het zou toch helemaal niet nodig moeten zijn, man. Mensen, er zijn zoveel problemen, zoveel echte smeerlappen, echte klootzakken die niet oprecht zijn. Weet je? En dan moet je focus op mij gaan hebben. Om fucking €7,22 ga je me zwart lopen maken. Man. Terwijl ik €25 ervan weg heb gedaan. Oh, mensen, dit is zo vies, zo oneerlijk, jongen. Die Pascalio Haags en al die lui die daarmee bezig zijn, jullie kunnen de tering krijgen. Ja, jullie kunnen echt de tering krijgen, maar jullie zitten eigenlijk jezelf voor lul. Snap je, mensen? Nu zien jullie hoe ze zijn en nu zien jullie hoe mensen zijn, jongen. Ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Nou, mensen, in ieder geval, fijne dag. Hier is de thuisfront nog zwaar beperkt. Ja, daar werd ook al over gezeikt, hè. Man. Moet ik straks ook nog de medicatie, de doktersafspraken en zo ook nog gaan openbaar maken, mensen? Hè? Omdat de mensen die je dan zwart gaan maken, die je proberen kapot te maken, hè? Moet ik dan gewoon alles gewoon gaan documenteren hier zo in, weet je wel? Fucking hell, man. Echt, deze mensen zijn zo vies, jongen. Ik kots echt op jullie, mensen. Dus, hè, ik heb een post gemaakt, snap je, daar staat het in. Hè? Dus dan weet iedereen het. Iedereen hartstikke bedankt. Ik kom snel met een leuke video, hè. Een leukere uitleg. Jammer dat het zo nodig is. Maar goed. Pascalio Haags en al die andere Haagse mogolen die eraan meedoen. Succes met jullie. Krijg de tering. En sterf. Dag.